Nou, we zijn hier in de Zuidas. Zuidas is een gebied wat natuurlijk aan de noordkant ligt van de Randstad. Veel mobiliteit komt hier samen. En op basis zeg maar, van alle ontwikkelingen zie je gewoon dat het vastloopt en dat de capaciteit onder druk staat. Nou, mobiliteit wordt natuurlijk vaak berekend op hetgene wat we kennen. En mobiliteit wordt niet altijd berekend op hetgene waar de toekomst naartoe gaat. Dus dan loop je snel achter de feiten aan. En ik denk dat het belangrijk is dat we op lange termijn leren denken van hoe gaat een gebied als de MRA zich ontwikkelen en wat heb je daarvoor nodig. Zodat bijvoorbeeld nieuw te bouwen woontorens, nieuw te bouwen kantoren, dat die ook altijd bereikbaar blijven met verschillende vormen van mobiliteit. Door corona zijn we al als werkgevers al geholpen dat thuiswerken moest veel meer mogelijk gemaakt worden. En dat helpt ook heel erg in de spreiding van de mobiliteit en van de bereikbaarheid dus van Zuidas. Dus dat is iets wat wij als werkgevers ook echt moeten stimuleren. Het hybride werken om dat in stand te houden. Uiteindelijk is de grote oproep, is bekijk het natuurlijk interregionaal, bekijk het integraal. En zorg ook dat de verschillende mobiliteiten, de verschillende mobiliteitsvormen, ook heel duidelijk op elkaar aansluiten. En op basis daarvan kan je de capaciteit ook veel beter inzetten.